goedemiddag. Goedemiddag, we zijn er weer. Ik ben nog niet buiten geweest, dus ik heb geen idee hoe het buiten is, eerlijk gezegd. Ik ben ook nog niet buiten geweest. Ik kan naar buiten kijken. Het ziet er zonnig uit, maar het is behoorlijk afgekoeld ten opzichte van gisteren. Dus ik geloof dat het wel 8 graden kouder was. Vannacht wordt het heel koud, dus daar moet je even rekening mee houden. Ja, laat ik de deur dicht vandaag. Precies, ja. Wat heb je eigenlijk last van temperatuur met de handicap die jij hebt? Normaal zweten wij iets meer, op de een of andere manier, ik weet niet waarom. En 's nachts krijg ik nog eens dat ik behoorlijk koud krijg, zou ik zeggen. Of de doorzomer naar mijn benen is denk ik iets minder als normaal. Maar ik heb er niet echt last van. En ik kan heel goed tegen warmte, en het liefst op Curaçao. Oh, was die coronacrisis maar over. En had je nu maar gewoon op het strand dit vlogje te doen, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, ik ga je beloven, ooit komt er een tijd dat we een vlog gaan houden. Hoe is het eigenlijk om gehandicapt te zijn in Curaçao? Ja, nee. Ik ben daar nu 2 keer geweest. En 1 keer echt met een handicap een heel wegbezoek gehad. Heel bijzonder. Heeft mijn hart gestolen. Welk beeld staat je het meest bij? Het verrieten revalidatiecentrum. Waar heel veel kinderen ook in van die hekkenbedjes lagen. En toen dacht ik echt van, holy shit, ja. Dat herkende ik in 1 keer weer. Dat was wel apart. Ja. Ook onderdeel van ons koninkrijk natuurlijk. Ja, zeker. En wat heel apart was, dat ze hadden een hek omheen. En ik dacht, wat idioot. Maar dat bleek om de mensen buiten te houden. Dus dat vond ik ook wel apart. Om mensen buiten te houden? Ja, omdat ze bang waren dat de medicijnen gestolen werden. Ja. Ja, dat zijn hele andere problematieken. Ja. Maar dat vond ik wel bijzonder om mee te maken. Jan, het is tweede paasdag. En daarom tijd om het ook te hebben. Nog een keer, de laatste keer in deze serie. Mm-hmm. Over het geloof. Dat is een mooie aanleiding. En ik dacht, laten we vandaag eens bespreken. Hoe jij eigenlijk ook aankijkt tegenover het geloof en handicap en wat zeg maar de houding is van het christelijk geloof waar wij het meest verstand van hebben ten opzichte van van mensen met een beperking. Ja, dat is een hele goeie. Ik moet zeggen, ik heb ooit een neef gehad en misschien nog wel die bij het Pinkstergemeenschap zat en daar werd ik wel heel erg vervelend van. Ik was een keer met een vriend van mij, die het had net een dwarslezing. En toen werd er echt gezegd, ja, je moet gewoon hard bidden en dan ga je wel weer lopen. Weet je wel, dat soort dingen. Nou, toen had ik echt zoiets van, ik kom de boom in. Weet je wel, als je op die manier naar kijkt, een beetje Jo Mama gedoe. Daar word ik dan weer helemaal niet goed van. Kijk, dan heb ik toch veel meer vertrouwen in mijn oude zusters van vroeger, van die oude kloosters, waar ik trouwens erg geïnteresseerd in ben. Hoe ze daar leven en wonen. Ik zag net een rapportage van Sonja Barend op televisie. Die met een aantal zusters aan het spreken was over het geloof en al dat soort dingen. Dat was echt bijzonder, moet je echt even terugkijken. Dat waren de slotzusters. En die slotzusters, die kwamen helemaal niet buiten. Die zaten echt opgesloten in hun eigen klooster. En die hadden ook geen contact met buiten. Dus dat vond ik heel bijzonder. Maar ik heb veel meer respect ook voor mijn eigen zusters, zal ik maar zeggen. Van de congregatie van Maria, de zus van Maria en Jozef in Den Bosch. Want die hebben echt heel veel gedaan op het gebied van de zorg voor mensen met een handicap. En dan heb ik eigenlijk 2 vragen die me dan op. Ja. 1, waarom vind je het precies, ik bedoel, ik kan wel een gok maken, maar ik wil het graag van je horen. Waarom vind je het precies kwalijk hoe de Pinkstergemeente zo omgaat met... bid maar hard genoeg en dan kun je vanzelf lopen. En wat is dan het grote verschil met de zusters die natuurlijk ook wel vanuit een perspectief kijken van God heeft je zo gemaakt en misschien ben je ergens wel zonder aan. Ja, nou weet je, ik dwarslezies ga je niet repareren, ook de liveer niet, daar geloof ik niks van. Hoe hard je ook gaat bidden toen werd me ook nog even lichtjes gezegd van dat ik ook maar hard moest bidden om weer beter te worden. Nou, mijn botten die gaan echt niet beter worden. Dus ik geloof dan veel meer in wat ze zeggen, vanuit de zusters plaatsvond.
dat ze veel meer keken naar wat zijn je mogelijkheden, wat zijn de zaken die je wel kan oppakken, wat zal ik zeggen, je levenswaarde. En daar kan geloof mee helpen. Ik bedoel, als jij het geloof krijgt dat je daadwerkelijk kan deelnemen aan de samenleving, als je dat geloof krijgt, dat is wel een mooi geloof. Daar geloof ik over. En dat vind ik toch een hele andere soort manier van werken als bij dat soort gemeenschappen. Maar kun je wel stellen dat als je in een kloostergemeenschap als gehandicapt kind wordt grootgebracht, dat je dan daadwerkelijk wordt voorbereid op een leven in de samenleving daarbuiten? Nou, ik moet zeggen, dat was bij ons zeker het geval. En dat was natuurlijk ook in de overgangsperiode dat ik daar kwam, hè, dat de zus langzamerhand verdwenen. Maar dat was wel heel erg op geënt om mensen weer klaar te maken voor de samenleving. Want ja, je moet je ook realiseren, daarna was er ook niks. Hè? Ik bedoel, als je van de maatschappij niet afkon in die periode, ja, dan ging je of naar een verpleeghuis. Want ja, woonvormen waren er niet, er was ook niks. Dus hun hadden zoiets van, je moet echt zo zelfstandig mogelijk proberen te worden om toch je positie in de samenleving te nemen. Ze hadden in die tijd ook arbeidstherapie, hè? Dat kennen ze tegenwoordig niet meer. Maar het was erop gericht om arbeid te gaan verrichten. Ja, dus we kennen het wel binnen de context van de Mutielschool. Daar is dat wel nog duidelijk, een bepaalde stroming waarin je kunt leiden. Ja. Maar ik heb ook altijd wel respect gehad voor de zusters. Ik bedoel, die werkt dag en nacht. Dus het is niet zo zwart-wit als ik het een beetje geleerd heb, dat je in eerste instantie de christelijke kijk hebt op handicap en het wereldje van instituten en je komt eigenlijk niet meer buiten het instituut, even heel zwart-wit gezegd, ten opzichte van de tijd waarin die instituten werden bevraagd, toen kwam het dorp, toen kwamen de focuswoningen en ging het veel meer richting de emancipatie van de maatschappij. Dat liep allemaal iets meer door elkaar heen. Jouw zusters klinken wel heel emanciperend. Klinkt gek genoeg heel... Nee, maar dat was ook zo. Ik bedoel, kijk, ze hebben ook in Sint-Michielsrechter gezeten. En als je binnen de dove gemeenschap daarover spreekt, dan zullen ze niet zo blij zijn. Hè, want omdat ze daar gebarentaal eigenlijk niet mochten leren. Ze moesten echt, zal ik zeggen, met de mond kunnen communiceren. Dus die zullen daar wat anders tegenaan kijken. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk, en met ervaring die ik zelf heb opgedaan, die waren daar wel mee bezig. Want je moet je ook voorstellen, de overheid deed niks voor ons. Hè? Even tot 1976 waren we gewoon een vergeten groep voor de overheid. Dus we waren ook wel min of meer gedwongen om gebruik te maken van de kerkelijke goedheid. En dat moeten we ook niet vergeten, want iedereen is nu tegen de instellingen en tegen alles wat er daar gebeurde. En er zijn natuurlijk ook dingen gegaan die hartstikke fout zijn gegaan. Ik wil even, laat ik er ook eerlijk in zijn. Maar ik denk wel dat zij hebben toen wel een gat opgevuld wat de overheid liet liggen. Ik bedoel, in 1976 kregen mensen zoals ik voor het allereerste keer een uitkering, zodat ze ook daadwerkelijk zelfstandig konden gaan wonen. Pas in 1976, wat relatief laat is. Ja, nee, dat was toen kwam de AAW. En toen werden er ook voorzieningen. Ja, als woningaanpassing zo werd er pas over nagedacht. Wat is de AAW? De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Dat was de voorloper van de Waaijong. En daar kreeg ik bijvoorbeeld ook mijn allereerste Volvootje 66 van. Om daar zelfstandig mee te kunnen rijden. Maar ook om mijn studie te gaan doen. En, mijn studie werd ook betaald, dus dat was ideaal. Nee, want dat zijn er niet op vooruit gaan, kan ik je melden. Dat garandeer ik je. Ja, dat is eigenlijk een gekke beweging, hè? Dat je dan... als je dat in de internationale context zet, dat je in Nederland dus de christelijke kerk hebt die het heeft overgenomen. In 1976 kwam de overheid met best wel revolutionaire dingen. Dat betekent allemaal best progressief. Dan zie je dat andere landen daar die lijn hebben doorgetrokken. En in Nederland is daar een andere filosofie ingekomen. Even denken alles mee te maken dat ze op een gegeven moment achterkwamen dat er gediscrimineerd werd op leeftijd in het kader van de toenmalige AAW, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Want als jij 65 werd, dan kreeg je geen rolstoel, dan kreeg je helemaal niks. Dan moest je naar de bijstand. En daar hebben ze bezwaar tegen gemaakt. En daardoor is deze situatie
een beetje ontstaan. En ja, tegenwoordig is het zo dat je bijna meer afhankelijk wordt van allerlei geldacties waar ik toen ongelooflijk de pest aan had. Toen ik op niks Caritas had. In plaats van dat de rechten bevochten zijn. Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus dat is een gek verhaal. Dus eigenlijk heeft dat te maken met dat er een tegenstelling werd gecreëerd tussen ouderen tegenover mensen met een handicap, die tegenstelling heeft tot heel veel ellende geleid. Nou ja, het grote probleem is dat als ze gewoon gezegd hadden, we gaan het hebben over mensen met een handicap van 0 tot 120 jaar, dan was het probleem niet geweest. Maar nu wordt er, zal maar zeggen, gepraat over handicaps en ouderen. En omdat ouderen boven de 50, tegenwoordig ben je al oud als je 50 bent, dat je maar weet, dat is natuurlijk een veel grotere groep. Maar die hebben niet allemaal een handicap. Ja, ja. Ja, ik ben nu een veel genuanceerder man geworden, Jan, door dit gesprek. Graag gedaan. Wederom weer veel meer vragen dan antwoorden. Maar zo houden we de vlog gaande. Mocht je nou hier nog vragen over hebben, dan laat het even ons weten. Want dan komen we daar nog op terug. Ja, wel die rol van zeker. De overheid ben ik heel benieuwd naar. Oké, tot morgen. Tot morgen.